De Friesland Zorgverzekeraar heeft zich woensdagmiddag als businesspartner verbonden aan Culturele Hoofdstad 2018. De verzekeraar gaat het internationale project European Sports for All Games ondersteunen. Dit is een vijfdaags evenement waar honderden sporters uit binnen- en buitenland aan meedoen. Parté Bioscopen neemt de Leeuwarden Bioscopen Tifoli en Cinema over. Voor Parté, dat momenteel een groot nieuw bioscoopcomplex bouwt in Leeuwarden, is de overname van Tifoli en Cinema een belangrijke stap om een leidende positie in Leeuwarden en omgeving te verwerven. Voor directie en medewerkers van de twee bestaande bioscopen in Leeuwarden betekent dit dat de continuïteit en werkgelegenheid gewaarborgd blijven. De overname gaat per 1 december in. Kan kreeg afgelopen vrijdag opnieuw een mentale tik te verwerken? En dus moesten de koppen deze week bij elkaar gestoken worden om dichter bij elkaar te komen. Volgens trainer Marines Dijkhuizen is dat dan ook goed gelukt. Nou, ten eerste wel een extra dagje vrij. Maandag, dat, uh, dat plannen we weken van tevoren. Dat heeft niks met uh, winst of verlies te maken. Uh, normaal is het zes dagen per week. Uh, nu even een keertje uh, een dagje korter. Ook dan we volgende week natuurlijk een dubbel programma hebben. Uh, dinsdag met de, met de jongens gezeten. Berlin, in kleine groepjes. En uh, horen en weten. Horen uh, wat van elkaar vinden. Wat, wat beter kan. Wat wel goed is. In die zin uh, uh, duidelijk naar elkaar uitgesproken, een aantal dingen. Dus uh, ze zijn goed bij elkaar gebleven. Deze week vind ik de groep en de staf. Dat is belangrijk als het minder gaat. Er uh, komt de kritiek van alle kanten, wat logisch is, zeker bij Cambuur, dat is geen enkel probleem. Maar dan moet je vooral bij elkaar blijven en uh, elkaar wel goed. Uh, de waarheid zeggen en uh, kaart blijven knokken. Wel voert de trainer een aantal wijzigingen door in zijn elftal. Zo moet onder andere doelman Jesse Bertrans even pas op de plaats maken. Nou, Jesse uh, ja, heeft het moeilijk, hebben we allemaal gezien. Een uh, aantal fouten gemaakt, cruciale fouten. Uh, uh, ja, en Dat, dat was nu te veel, vond ik. Uh, we hebben uh, hem best wel vertrouwen gegeven. Uh, Dinsdag al gelijk aangegeven uh, dat hij niet gaat starten vrijdag. Daar was hij kapot van, maar hij vond het ook terecht. Hij heeft veel bewijsdrang. Misschien was het te veel voor hemzelf, die zelf heel veel druk oplegt. Uh, ik zie het, de fouten zie ik niet terug op trainen. Dus hij is echt wel iemand die echt goed kan keepen. Dus ik ben ook wel echt wel vol vertrouwen dat hij er mentaal weer bovenop komt. Doordat Bertrams nu wordt gepasseerd, levert er wel een kans op voor doelman Erik Cummins. Altijd fijn als uh, professioneel voetballer. Of überhaupt voetballer wil je altijd graag spelen. En ik uh, nou ja, ben blij dat ik morgen mag starten. Ja. Uh, de concurrentiestrijd is dan nu in jouw voordeel beslist. Uh, je hebt een gesprek gehad met de trainer. Wat is daarin precies gezegd? Nou ja, de, precies niet heel veel. Eigenlijk uh, was het een heel kort gesprek dat ik uh, mijn kans uh, krijg aankomende weken. Of in ieder geval dat ik nu uh, onder de lat sta. En uh, dat hij mijn succes heeft gewenst. Verder niet heel veel. Ja, heeft uh, Jesse ook nog wat tegen jou gezegd? Nee, maar ik denk dat we. Dat we ik, bedoel, ik heb zelf ook in zo'n situatie gezeten. En ja, wat. Uh, ik bedoel, ik kan wel met hem meevoelen. En ik denk uh, dat we uiteindelijk al het beste uh, ja, voor, met elkaar voor hebben. Dus dat je het niet, niet echt hoeft te bespreken. Cambuur heeft tot nog toe maar 10 goals gemaakt. En dus is het wel duidelijk waar het aan schort bij de ploeg. Met Erik Cummins komt er in ieder geval een scorende keeper bij. Ja, precies. Ik denk dat het ook wel reden is dat ik morgen tussen de balen staan. Nee, ja, we hebben inderdaad moeite met scoren. En uh, nou ja, uh, laten we morgen die uh, tijden laten keren en uh, met doepen te gaan uh, beginnen te maken. Alleen uh, als ik 0-1 win morgen, vind ik het ook prima. Die overwinning moet dan behaald gaan worden tegen Almere. In de voorbereiding won die ploeg nog van Cambuur. Maar toch zijn de ploegen wel vergelijkbaar, ziet ook de in de basis terugkerende Jurjan Mannes. Um, goede, goede ploeg, goed voetballen. Zitten wel een beetje in hetzelfde schuitje als wij. Um, ja, Altijd lastig daar. Ik, uh, ik heb met Emmer gespeeld, met Cambuur gespeeld. Uh, gewoon altijd lastig zij ja, zijn ook een paar belangrijke mensen. Maar wat verder opvalt is ook dat uh, zij thuis goed presteren en jullie uit. Wat dat betreft is het een interessant potje. Ja, ik denk dat het sowieso wel een interessant potje wordt. Vorig jaar zag je ook uh, dat het echt een uh, schaakspel was. Maar wij trokken net aan het langste eind. Dus als dat morgen weer zo is, dan uh, tekenen we daarvoor. Ja, lelijk winnen, dat is op dit moment genoeg. hè? Ja, zeker. Drie punten, dan is uh, alles goed. De wedstrijd tussen Almere City en SC Cambuur is morgen live te volgen bij Leo Cambuur op 106.1 FM of via omroepleo.nl met presentatoren Richard de Vries en Jelmer Wijnstra en verslaggevers Rob Hartman en André Sandberg.